Hallo, ik ben Ruben en mijn urban craft is het maken en ontwerpen van meubels. Vanuit mijn atelier in Antwerpen werk ik onder de naam Derry. Derry bestaat nu ongeveer een goed jaar en dat begint echt wel vorm te krijgen. Al van kleins af aan wil ik iets met mijn handen doen. Omdat creëren geeft mij toen en nu nog altijd vrij zeer veel voldoening. Ik ben toen op jonge leeftijd houtburging gaan studeren, waar je meubels heel technisch en heel praktisch benadert en leert maken. Waar hij op zich goed is, want dan zijn we klaar voor de arbeidsmarkt. Maar ik wou meer, ik wou meer die creatieve kant gaan benaderen en uitgaan. Dus ben ik interieurvormgeving en meubelontwerp gaan studeren. Waar dat eigenlijk de grote focus vooral ligt op het design en de vormgeving. Zo pingpong ik veel tussen het esthetische, technische en functionele over en weer om iets te verkrijgen wat voor mij voldoet. Bijvoorbeeld een puur en zuiver ontwerp, zeer verfijnd met een hoge afwerkingsgraad, wat in principe niet veel woorden nodig heeft om schoon te zijn. Naast mijn eigen werk binnen Derry werk ik ook voor verschillende opdrachtgevers. Dat gaat van particulier tot ontwerpstudio. En hiernaast doe ik ook veel samenwerkingen met andere ontwerpers. Omdat die hebben bijvoorbeeld wel een ontwerp, en dat staat er wel. Maar ze hebben niet echt de know-how en de tools om het te maken. En dan werk ik dat samen met hun uit totdat er een afgewerkt product of een prototype staat. Voor mij moet een meubel of object langs elke zijde ook interessant zijn, dat aangenaam is. Net dat ietsje meer of dat hoekje af. Een knipoog, bij manier van spreken. Het zijn de details waar het voor mij in zit en waar ik heel veel voldoening uit haal. Een perfecte passende verbinding of een gladgeschuurd werkstuk, dat kan op zich wel iets geil hebben. Ik wil zoals nu gewoon bezig blijven, dus voor opdrachtgevers werken. En daarnaast ook zeker binnen Derry mijn eigen collectie naar buiten brengen en die op de markt brengen.